Paul, ik heb een flexidesk genomen bij een Frizoon, want dat was lekker goedkoop. Maar ik woon nog niet in de Verenigde Arabische Emiraten en het lukt mij maar niet om een bankrekening te krijgen voor de zaak, terwijl ik wel een Emirates ID heb. Ja, dat kan goed kloppen. Die bank wil in elk geval hebben dat je iets vast huurt in de Verenigde Arabische Emiraten. Dus, of je huurt bij de Frizoon een echt kantoor, een reflectiedesk, dan kun je waarschijnlijk wel een bankrekening krijgen, terwijl je niet in de Verenigde Arabische Emiraten woont, mits je wel je Emirates ID hebt. Of je hebt een flexidesk en bijvoorbeeld een huis gehuurd, of misschien wel gekocht, in de Verenigde Arabische Emiraten, wat voor de bank ook weer voldoende is om je wel een zakelijke bankrekening te geven. Maar, of dus, een zakelijke bankrekening krijgen in de Verenigde Arabische Emiraten, terwijl je geen, ja, ik zou bijna zeggen, geen grond huurt, hè, of voor je bedrijf of voor jezelf, dat is bijna onmogelijk.